Nou, die plant die ik gekocht had voor Astrid, dat is dus dit kleurtje geworden. Althans, stilzitten, wil ik nou ook weer niet zeggen. Nee, ik heb mijn camera leeggehaald. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer een maandag, 12 april. En we leven om 12:39. Ik wil al sneller dan dat het al gaat. Ja, ik noem de hondjes uit. En komt Astrid weer rond 15:15. Ik ga even kijken. Ja, 13:45, dus 14:15. Dus ik heb nog even wel de tijd ervoor. En dat komt ook wel goed. Maar ik denk, ik haal jullie er eerst even bij om jullie een hele goede dag te wensen. Ja. Moet ook even gebeuren, toch? Dus ja, lieve vrienden. Een hele fijne, liefdevolle dag gewenst vanaf Corinne en de Weestermol. Want daar zijn jullie op geabonneerd, mag ik hopen. Zo niet, kan je dat nog altijd doen, hè? Jazeker, gewoon. Als je zo voor je scherm zit... Staat het aan de rechterkant, daar klik je hem op, dan komt er nog een belletje tevoorschijn, daar kun je ook op klikken. Dan blijf je altijd op de hoogte wanneer er een filmpje van mij online komt. Dat doet YouTube allemaal, want ik plan in. Ja, komt helemaal goed als je dat doet, jazeker. En het is een rare dag, we hebben regen, we hebben zon, we hebben bewolking, dus ja. Beetje raar in elkaar over. Daar is het nou, wordt het weer donker. Daar is het nog licht, daar is de lucht zo scherp. Van de zonlicht en van de bewolking en van de blauwe lucht, dat wil je niet weten. Maar ja, dat zal misschien bij jullie ook wel zo zijn. Ja, toch? Wij gaan lekker eventjes weer lopen. En ik probeer vandaag die wasgoed er doorheen te slingeren. Dat hoop ik tenminste, want het is een beetje min vandaag. Ja, ik heb gisteren een heleboel gedaan. Dus ik heb best wel dat ik het morgen doe of zo. Maar niet op de week ga ik het wel proberen te doen, ja. Maar we zien wel waar het schip strandt. Ik moet om mezelf denken, simpel. En gisteren heb ik weer te veel op mijn hooi. Hoe zeg je dat? Te veel hooi op mijn vork genomen. Ja, dan moet ik nou eventjes weer bijdenken. Ja, ik verneem dat wel aan mijn rug. En ook niet alleen aan mijn rug. Ook kijk natuurlijk, uiteraard, hoe kan het ook weer anders? Je raadt het al, ik hou mijn mond wel, ja. Maar oké, maakt er dus niet uit. Ik blijf gewoon lachen hoor, wat er ook gebeurt. Gewoon blijven lachen. Ja. En dan kun je wel ziekeneuriger gaan worden, maar dat helpt je toch ook niet vooruit? Nee, dat helpt je niet vooruit. Hé, Alwin? Nee, meisje. Dat vind ik mooi. En volgens de geleerden krijg ik vandaag post. En post door de brievenbus. En dat is dan voor jullie weer. Dan heb ik een nieuwe koppelriem. Ja, want ik hou me hard vast met deze, dat is iedere keer eruit breken uit die middelste ring. Ik kan die wel gebruiken voor, als, hoe noem je dat, reserve. Maar echt goed, maar wat wil je voor 5 euro? Ik heb het toch lang mee, ik doe er toch wel nog steeds mee. Enkel, je moet iedere keer die ring aanknijpen, ja. En dat mag niet nodig zijn, hij had dicht moeten zijn. En die ik nou binnenkrijg, die ring, die moet dicht zijn. Want Karen en Roderick, die hebben dezelfde. En hun ring is dicht. Nou, dat moet je hebben, een dichte ring. Ja. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik ga er lekker vandoor, ik ga lekker lopen. En ik spreek jullie later, als Astrid weer de hart op is. Ja, misschien ook eerder, nee, want die plant wil ik niet nog zien als er naar boven is. Want ik wil niet meer op de vlog, nee. Of het moet, iets wezen dat ze er eventueel op komt, maar voorlopig wil ze er niet op, want het mag eigenlijk ook niet van haar baas, weet je. En ze wil geen trammeland, geen problemen krijgen met haar baas, dat ze ontslag krijgt. Want ja, dan zit ze zonder werk, dat kan je ook niet hebben.
Dus ja, oké, lieve vrienden, dat spijt me wel dat er gaat, maar dat maakt verder niet uit. Ik zou zeggen, doe ook wat je doen moet en doen wilt en doen gaat. Doe het rustig aan en wees lief voor elkaar. Vooral dat, wees lief voor elkaar. Ik zou zeggen, tot later. Nou, die plant die ik gekocht had voor Astrid, dat is dus dit kleurtje geworden. Ja, jullie wisten al wat voor plant, maar niet. Ja, dat is eraf gevallen omdat hij in het donker stond met donker papier eromheen. Maar hij heeft nou weer licht en hij is nog nat genoeg, had ik al gezien. Dus ze kunnen hem straks zo meenemen naar het huis. Ze zal hem weer inpakken vanwege de wind, woei waai. En verneem de fiets straks klaar. Maar ook een mooi kleurtje. Ja. Dus ze is er helemaal blij mee. Nou, dan ben ik ook weer blij. Ja, als er eentje blij is, dan ben ik het ook. Simpel zat. Dus ik heb mijn best weer gedaan, zou ik zo zeggen. Ja, toch? Ja. Ze zegt, lieve vrienden, ik ga ook weer aan de slag. En tot later, op deze dag. Hallo, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. Ja, want de tijd dit gaat wel door als ik zelf stil zit. Althans, stilzitten, wil ik nou ook weer niet zeggen. Nee. Ik heb mijn camera leeggehaald, ik heb mijn GoPro leeggehaald, dat had ik ook nog niet gedaan. Ik heb het in mappen gezet, op dagen weer. Ja, ook mis je een paar dagen, want ik heb ook een keer niet gevlogd. En dat was tweede Pasen, want toen was ik zo beroerd als ik weet niet wat. Soms kwam ik ook heel laat, heel laat eraan toe, laat ik het zo zeggen. En soms door mij geschud omdat ik laat het bed kwam. Soms omdat je onverwachte ziekte krijgt of wat dan ook. Ja, dat. Maar ja, ik leef mijn eigen leven en ik hoef niet gedwongen te leven. Dat hoeft allemaal niet. Ik heb geen werk. Ik heb mijn hondjes, daar werk ik mee als het ware. Als die maar hun natje en hun droogje krijgen en ik zelf ook, vind ik alles best. Ik heb verder aan niemand verantwoording af te leggen. Dus ja, ik leef mijn eigen leven.nl. En hoe ik dat invul, dat moet ik zelf weten, gaat een ander niks aan. Nee. Hebben ze aan opmerkingen erover, dan is dat niet mijn probleem, maar dat blijft bij hun dat probleem. Ja, als hun ermee zitten, nou. Maakt mij niks niet uit hoor, nee. Maar ja, dat maakt nou ook niet uit, nee. Ik heb dus al die filmpjes in mappen gezet. Dat is allemaal al klaar. Ik heb ook mijn nieuwe mappen al klaarstaan voor de volgende reeks. Ik heb nou ook al een map, laat me zeggen, naar de videopad gebracht. Dat staat nou te wachten. Ik heb enkel dat eerste stukje even erin gezet wat bij mijn intro behoort. Maar het regende net als een, ik weet niet wat. Dat ging echt heel snel, heel even snel tekeer. Het is ook alweer droog, maar ik ga nou de hondjes eerst uitlaten, want het is al wel weer 6:15. Rijka, laat dat. En Elwin? Nee, dat doen we niet, hè? Nee, doen we niet. En dat kan dan met rust. Dus ik ga ze zo meteen even uitlaten. Het wordt wel weer hoog tijd. Ik had ze al lang al uit moeten laten, maar ze lagen zo lekker te slapen. Ik dacht, laat me even mooi liggen, kan ik doorgaan. Enkel ja, wat heb ik nou? Ik had het niet, maar ik had stralende hoofdpijn. Ik had gewoon mijn normale hoofdpijn, wat ik altijd heb. Maar nu, nou, het lijkt wel of er hier een band omheen zit, vlak boven mijn wenkbrauwen, en dat het goed aangedraaid wordt. En me aandraaien, en me aandraaien. Het lijkt wel zo'n blikje sardientjes, dat je met zo'n kleuteltje dat dingetje open moet doen. Dat wind je dan ook op. Nou, dan weet je ongeveer, hè, het idee. Maar oké, dat kan de pret niet boeien. Ik ga nou eerst de hondjes lekker doen. Lijkt mij koud weer toe. Ik zie ook mensen af en toe lopen en dan is het helemaal zo, helemaal daarin. Nou, ik denk dat ik dat ook ga doen, ja. Want ik heb het nou al koud. Laat staan dat het buiten koud is, ja. Sorry hoor, het moest er even uit. Ja,
En daar schaam ik me helemaal niet voor. Nee. Het is net alsof ik iets zie, maar ik weet niet wat. Onder de tafel. Niet of er een pluk stof aan de tafelpoot zit, maar er is vandaag gezogen en al. Dus ja, dat misschien in een toegewijde kan. En er is ook gedweild, dus ja. Wat willen we nog meer? Nou, ik weet ook nog steeds niet wat ik eten zal. Ik heb mijn brood eruit gehaald. Dat moet even openleggen. Ik denk dat ik een gebakken eitje ga eten. Ik heb wel die zin in. Ook weer eerst vorige week. Heb dat gehad, een eitje. Ja, met een paas nog. Nou ja, dan mag ik nou wel weer een eitje hebben. Zo vaak eet ik niet een eitje. Nee. Dus ja, ik leg nou op. Ik heb het verder ontdooien. Want ik had het nog niet zo lang uit de vriezer gehaald. En als ik thuis kom, moet ik een bakje koffie. Ook dat kon ik vanmiddag een hele tijd niet gehad, want ik ben aan het werk geweest. En blik op oneindig aan het werk voor jullie en voor mezelf, want dan is het weer opgeruimd. En dan kan ik met Friesen moeten weer verder tegenaan. Ja toch? Ja! En dan kunnen we deze week verder sparen. Ja. Hé, kerel? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie nu dus avond. Ja, en bon appetit en alles erbij. Als je ook nog lang moet eten. En hele fijne liefdevolle avond natuurlijk. Ja, en Astrid die is heel blij en gelukkig met die plant weggegaan. Dus ja, helemaal happy. Nou ja, als ik haar daar blij mee heb gemaakt. Want ze had nog nooit van het leven van iemand anders een orchidee gekregen. Ik zei, nou ja, één moet toch de eerste wezen, toch? Dus laat ik dat dan wezen. En ze vond hem ook zo mooi, zo bijzonder. Nou ja, oké, daar ben ik nog gelukkiger mee. Ja, toch? En dus, hé, hey, ja nou, kerel. Hé? Hey? Jij, man. Mocht ik een kopje geven? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En ja, ik weet niet of ik vanavond weer terugkom, want ik wil die vlog in elkaar zetten. Ik wil televisie kijken en ik wil rust hebben. Ja. Ik ben er eigenlijk wat misselijk van. Dus dat is niet goed. Nee. Die zit ook nog aan de blader. Die kan er ook al uit. Die is klaar. Het lichtje is rood. Dat was die. Kijk, nu zit mijn haar weer gelijk raar, omdat ik even zo doe. Nou ja, pech. Lekker belangrijk, buiten lopen en de winter door is weer raar. Ophangen, zo. Dus dat was mijn koopbrood, die is weer opgeladen. Maar als ik hem weer zou mee willen nemen, dus bij wijze van spreken, morgen komt Karin met elkaar weer, mijn begeleidster. Die komt weer, nee, niet van Seroloog. Seroloog is van lang al van de baan. Ja, SGD Rijgersdaal zit ik nou, ook top. Maar in ieder geval, dat moet allemaal nog op gang gezet worden. Ze is nog bezig om mijn vragenlijst op papier te zetten, laat me zeggen. Mijn wensen waar ik bij geholpen wens te worden. Dus dat moet ze allemaal nog in kaart brengen. Dat moet ze allemaal nog overhandigen aan de hogere. Dus het komt allemaal nog wel goed. Ja. Maar die komt er morgen rond 12:00. Er zou vandaag een pakketje komen voor wat ik besteld had. Maar dat pakketje kan door de brievenbus. En op maandag loopt er geen postbode. Dus dat komt morgen pas. En die tijd, dan ligt in een deuk. Tussen 8 en 18 uur. Nou, er komt om die tijd geen postbode hoor. Dat is ergens aan het begin van de middag. Eind ochtend, begin van de middag. Ik kom er 9 van de 10 keer kom ik haar op wel tegen, want het is altijd een vrouw. Het is een schat van een mens, ja. Ja, soms zeg ik ook wel, vraag ik wel eens van, heb je nog wat voor me? Nee hoor, schat, is het dan? Of, ja, je hebt een leuke kaart gekregen volgens mij, zegt ze. Nou ja, oké. Ja, niet dat ze gaat gluren hoor, maar dan heeft ze een kaart in de handen gehad zonder envelop of zo. Dat wilde je ook wel eens krijgen en dan, ja, dat zie je dan toch. Dus, maar oké, lieve vrienden, geniet ze. En
weet het niet of ik vanavond terugkom. Als ik niet terugkom, I am so sorry. Maar dan zien jullie mij morgen sowieso waarschijnlijk wel weer. Ze zeggen tot de volgende keer. Doei!